Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op maandag 18 juni. Veel bewolking boven Nederland vandaag en er valt ook af en toe wat regen of motregen. In de loop van de middag wordt die neerslag wel minder, en vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog en kan het ook wat gaan opklaren. Maar vanmiddag dus veel bewolking. Die bewolking die wordt vanuit het westen geleidelijk aan wat dunner. En vanavond zijn dan die opklaringen er hier en daar. Want lokaal blijft de bewolking ook in eerste instantie nog overheersen. De temperatuur die ligt vanavond tussen de 18 en 20 graden. En er staat een matige wind uit het zuidwesten. Vannacht daalt het kwik dan verder naar zo'n 12 graden. De wind die blijft zuidwestelijk. En vanuit het westen wordt de bewolking ook weer dikker. En dat betekent morgenochtend dat er wederom hier en daar wat lichte regen of motregen kan gaan vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door in het westen en ook in het zuiden waarschijnlijk. En daar verwachten we de hoogste temperaturen. Het kan dan lokaal 23 graden worden. Elders is het zo'n 20 tot 21 graden. Mocht in het noorden de zon ook wat beter doorkomen, dan kan het ook daar 23 graden worden. En dan de dagen erna. Nou, deze week kent een grillig temperatuurverloop. Anders kunnen we het niet noemen. Woensdag, dat wordt de warmste en mooiste dag van de week voor velen. De temperatuur loopt op naar 23 tot 28 graden in het binnenland. Er zijn flinke zonnige perioden en er staat niet weinig wind. Er staat weinig wind moet ik zeggen. Die wind die draait in de middag wel naar het westen. En dat betekent dat aan de kustentemperatuur iets gaat dalen, maar het blijft wel zonnig. Donderdag dan is dat warm weer weer helemaal verdwenen. De wind is dan naar het noordwesten gedraaid, trekt nog wat aan en vanaf de Noordzee wordt koude lucht aangevoerd. Temperatuur komt dan niet veel verder dan 16 tot, nou misschien nog 19 graden. Vrijdag lukt dat niet eens en wordt het ook zo'n 15 tot 17 graden. Het is wisselend bewolkt en er vallen een aantal buien. En dan kijken we ook nog eventjes naar later in de periode, laten we zeggen naar eind juni. Dan zien we toch duidelijk dat de temperaturen weer gaan oplopen. Want in het weekeinde dan is het ook nog steeds aan de frisse kant met temperaturen tussen de 15 en de 20 graden. Maar vanaf maandag neemt de kans op 25 graden weer toe. En midweeks volgende week, dan zitten we toch duidelijk weer boven de 50 procent met temperaturen die zomerse waarde aangeven. Kortom, een grillige week deze week met van alles wat, wat regen, droog weer, zonnige periode en ook nog eventjes zomers op woensdag. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.